Gedenkwaardige dag op de financiële markten. Want voor het eerst ooit kan de Duitse overheid nu voor 10 jaar geld lenen tegen een negatieve rente. Want zojuist ging de rente op de Bund onder de nul. Hans Geus op de beurs. Ja, het zat er al even aan te komen. Ja, je had het beloofd. Het moet. Ja. Ja, nou, ik ben blij dat je goed kan knutselen. Ja, heel wat niet-werk aan te pas komen. Nee, dit is belangrijker dan in feite Ajax die onder of boven de 400 punten gaat. Echt een gedenkwaardige dag. Ja, en, het maar zat waarom vorig vandaag? Ja, dat is een goeie. Ze zaten er vorig jaar al heel dichtbij. Kijk even, toen Draghi begon met zijn opkoopprogramma. Toen spoot ineens de rente toch omhoog naar de 0,8, 0,9. Daar hebben heel veel mensen heel veel geld aan verloren. En nu dan toch eindelijk door de nul. Het is zover, het zat er al een paar dagen aan te komen. En nu met de Brexit-angst en de onzekerheid en de beurs die omlaag gaat, was het eigenlijk een fluitje van een cent. Ja, hoe komt het? Ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft vooral te maken met het feit dat we gewoon met z'n allen heel veel meer sparen dan we uitgeven. En het wordt ook niet geïnvesteerd, dat spaargeld. Dus er blijft gewoon geld over. Nou, dat betekent dat de groei steeds te laag is. Dat betekent dat de centrale bank steeds de rente moet verlagen om die groei aan te jagen. We zien die groei ook niet aankomen. Dus dan op een gegeven moment moet die rente, ja, die gaat onder nul. En het feit dat we zoveel sparen komt onder andere door de vergrijzing. Maar natuurlijk ook door de eurocrisis die er is geweest. En de overheden die flink aan het bezuinigen zijn. Bedrijven zijn aan het bezuinigen. Iedereen staat op stagnatie gericht. Maar goed, jij had net een feesthoedje op. Is het dan wel een feest? Ja. Nee, helemaal niet. Het is voor niemand goed. En de Duitsers klagen natuurlijk steen en been, want dat zijn de spaarders. Maar ja, het paradoxaal is dat zij natuurlijk met hun extreme spaargedrag het ook voornamelijk veroorzaakt hebben. Hè? Dus je kan wel zeggen, ik krijg niks meer op mijn spaargeld. Ja, dan had je het misschien eerder moeten uitgeven. Dat geldt voor de massa, hè? Dat geldt niet voor elk individu. Maar dat is een beetje het probleem van Duitsland. De tragiek eigenlijk. Wat zijn de gevolgen? Nou ja, overheden kunnen heel goedkoop lenen. Maar per saldo is het de gevolgen zijn misschien de hoop zou zijn dat het groei aanjaagt. Mm-hmm. Maar dat doet het dus niet. Het is juist het gevolg van weinig groei. Het zal niet zo snel een oorzaak zijn van meer groei. Volgens wel dat bijvoorbeeld mensen, ja, beleggers gekke dingen gaan doen. Bijvoorbeeld dan maar toch dat pandje in Amsterdam kopen om het te verhuren. Dus huizenprijzen worden duurder. Het maakt de gewone economie er waarschijnlijk eerder moeilijker op dan makkelijker, helaas. Dus ik vind het eigenlijk helemaal geen goed nieuws dat die Duitse rente vandaag voor het eerst onder de 0% is.